Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe vlog. Het leek me weer heel erg leuk om de camera een keertje weer erbij te pakken. Want het was alweer eventjes geleden. En vandaag is het buiten echt een super mooie en zonnige dag. Maar ik zit de hele dag binnen te werken. Oh my god, echt. Ik heb de hele ochtend aan een video gewerkt. Die hebben jullie al gezien. Ik zal hem even in het i'tje hierboven zetten. En het was heel veel editwerk uiteindelijk, maar wel gewoon heel erg leuk. Om te doen. Tenminste, ik vind het altijd heel erg leuk om te doen. Maar goed, ik ben bijna klaar. En dat betekent dat ik zo straks dus wel de deur uit kan. De zon in, maar alsnog de grafkou in. Want het is echt super koud buiten. Want ik heb straks een afspraak staan met Larissa. Want zoals je misschien kunt zien, ik weet eigenlijk niet of je het kan zien. Heb ik mijn hele make-up gedaan behalve mijn wenkbrauwen. Dus ik weet niet of het opvalt, maar ze zijn zeg maar iets minder sterk. En ze zijn echt behoorlijk Wolverine. Want het is gewoon echt al heel lang tijd om ze weer helemaal te harsen en te plukken, te epileren en te verven. Dus dat gaan we straks doen. Ik kan echt niet wachten. Ik heb trouwens dit gedeelte in mijn werkkamertje opgeruimd. Ik heb nu dit kleedje hier neergelegd. Dus dat staat wel heel erg netjes. Ik ben heel erg blij mee. En het was ook wel echt de hoogste tijd om weer goed schoon te maken. Want over een paar dagen ga ik op vakantie. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik wil echt deze kou ontsnappen. En ik ga dus naar de zon toe samen met mijn vriend. En we gaan een maandje backpacken door Vietnam. Ik vind het heel erg spannend, want ik heb eigenlijk nog nooit gebackpackt, dus ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten en zo. En ik ben ook nog nooit in Vietnam geweest. En wat ik ook heel erg spannend vind en ook wel heel erg, is dat Silly op dit moment een ontstoken oogje heeft, zoals je kunt zien. En het is dit oogje aan deze kant. En niet helemaal dik, hè, Sil? Maar we gaan vandaag nog naar de dokter met hem om eventjes te controleren wat er aan de hand is. En ik ben het wel gewoon goed aan het schoonmaken, maar het is nu plotseling ineens dik geworden. Dus we hebben meteen even de dierenarts gebeld, want ziet er gewoon niet zo goed uit. En hij heeft ook sinds kort heel erg last van zijn niertjes. Daar hebben we ook nu speciaal voeding voor. Als het goed is, is een oogontsteking wel dat kan wel vooral goed geheeld worden, denk ik. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Ik vind het ook helemaal niet leuk dat het nu gebeurt. Maar ja, komt vast wel goed. Nou, hier ligt dus het een en ander. Mijn vriend en ik hebben het idee om één grote backpack en één kleiner tasje mee te nemen met z'n tweeën. Maar dat leek ons handiger als ze op een scooter of op een motor gaan rijden daar. En ik heb hier een hele mooie rugzak. Deze van Eastpak. En die heeft van die rainbow metal dingetjes. Echt super cool. En zoals je ziet is deze dus helemaal niet zo groot. Maar ik heb al eventjes gepast met kleding en dat soort dingen. En dat gaat eigenlijk heel erg makkelijk. Want ik heb gewoon hele goede keuzes gemaakt, denk ik. Want ik heb hier van die packing cubes. En deze zit dan vol met kleding. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Tenminste, ik hoop het. Maar ja, hoeveel heb je nou eigenlijk uiteindelijk echt nodig? Horen jullie iets op de achtergrond nu? Oh my god. Ik heb zeg maar een buurvrouw. En zij heeft echt een klarinet of een fluit of een of ander instrument. En daar oefent zij dan continu hetzelfde deuntje mee. En dat is echt best wel irritant als je thuis werkt. Want het is echt elke keer zo. Tununu, 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 tududu, 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 tududu. En dan denk ik echt van, oh my god. Heb je hem nou nog steeds niet gemasterd? Ga je er nog een normaal nummer van fluiten? En waarschijnlijk fluit ze ook met het raam open of zo. Weet je, het is niet heel erg. Ik heb zoiets van lekker doen. De meeste mensen werken natuurlijk niet thuis. En ik werk ook normaal gesproken bij Larissa. Maar echt, als ze eenmaal bezig is, jongen, dat is echt. Op het begin dacht ik echt dat ze gewoon een beetje para was, zeg maar. Omdat ze de hele tijd dezelfde toontjes aan het fluiten is. Ja, dit klinkt wel iets beter. Nou goed. Ik ga eventjes wat eten. Zo, we staan nu eventjes in de H&M. We zijn eventjes aan het winkelen. Voor een video, want we willen heel graag een video maken over make-up van de H&M. Dus we gaan heel eventjes een selectie maken en dan komt die video er ook binnenkort aan. Het is moeilijk, jongens. Best wel moeilijk, ja. We lopen nu heel eventjes door de Action, maar het is echt volop. Al staat het al vol met Pasen dingen. Dus we zien niet echt leuke dingen en we zien niet de kussensloopjes die Larissa heel graag wil. Het zijn die Invita kussensloopjes. Oh, hele leuke kleedjes, maar dan echt super mini. Dan denk ik, wat ga je ermee doen? Zo. Ja. Zal ik ze laten zien? Hoe noem je dat eigenlijk? Babykleedje. Kijk, het is wel heel leuk en zo, maar ja, wel echt. Het is nog kleiner dan een mat. Ja, je ermee aan moet. Een beetje waardeloos, maar goed. Wel leuk, hij ziet er wel leuk uit. Hadden ze maar een grote versie, dan was hij perfect geweest. Dan had ik hem super leuk van, maar ik denk dat dit voor op tafel is, maar dat vind ik een beetje tam. Ja. Niet nodig.
wel verder erg mooi spul. Nou, we zijn net weer terug uit de stad. En zoals je zag, liepen we een beetje rond in Hoogkaterijnen. Maar waarvoor we dus eigenlijk naar Hoogkaterijnen gingen, was voor de Benefit Brow Bar. Daar hadden we namelijk een afspraak gemaakt. Want mijn wenkbrauwen waren echt zo hard toe aan een opfrisbeurt. Dat was echt niet normaal. Dus zowel Larissa als ik hebben plaatsgenomen op de stoel. En we zijn helemaal goed onder handen genomen. We hebben onze wenkbrauwen laten harsen en laten epileren. En ook nog, even kijken, geverfd. Daarna nog wat make-up opgebracht en nu zien we er zo uit. Dus ik weet niet of je nog kan herinneren hoe mijn wenkbrauwen aan het begin van de vlog eruit zagen. Toen had ik helemaal niks op ook. En ja, dat was echt heel wollig eigenlijk. Zeg maar, de vorm is nu een stuk scherper. Nu is die natuurlijk ook ingevuld, dus is die al scherper. Maar ik heb gewoon best wel wat haartjes weg laten halen aan de bovenkant, maar ook de onderkant. En ja, ik kan er weer een tijdje goed mee door. En daar ben ik echt super blij mee. En ik zal jullie nog eventjes een outfit of the day laten zien, want dat had ik nog niet gedaan. Hij is niet heel bijzonder of zo. Het is gewoon een vrij basic outfit. Maar goed, dit is een trui van Wrangler en hij is een klein beetje cropped. Maar dat is best wel chill juist, omdat ik altijd hoge broeken draag. Dus dan heb ik niet zo'n hele grote trui aan, zeg maar. En deze is gewoon heel comfortabel. Heeft ook een capuchon. En dan deze mom jeans, die hebben jullie al heel vaak gezien. Die draag ik echt bijna altijd. Met inderdaad blote enkels. Ik draag echt deze hele winter eigenlijk al broeken met een, ja, opgerold pijpje. En het lijkt aan de ene kant koud, maar als je het is ook natuurlijk wel wat frisser dan een skinny jeans die helemaal tot je enkel komt. Maar ik vind het gewoon leuk staan en als je de bovenkant warm genoeg houdt, dan je overleeft het, zeg maar wel, laat ik het zo zeggen. En onderaan heb ik dan mijn Nike 95 aan en ik heb nu ook zwarte. Ik had natuurlijk al witte, maar ik miste toch eigenlijk nog een zwarte variant en ze lopen echt super lekker, dus ik dacht, als een modelschoen, zeg maar, of een modelbroek of wat dan ook, als het me heel erg bevalt, dan vind ik het altijd heel erg fijn om dat in twee kleurvarianten te hebben. Dus dit is de outfit van vandaag, lekker casual. Wauw, moet je zien hoeveel vogeltjes aan het vliegen zijn hierboven. Echt een hele zwerm en de lucht ziet er verder ook echt prachtig uit. Maar dat roze en dat blauw en ik zou willen zeggen paars, maar op beeld is het volgens mij iets meer donker paars-grijs. Echt heel mooi. Aan de ene kant heb ik zoiets van laat die lente maar komen. Of nee, wacht. Laat me even opnieuw zeggen. Ik heb zoiets van laat de lente maar komen. En nu dat zonnetje zo schijnt heb ik ook zoiets van ja, het is zover. Maar elke keer als je dan de deur uitloopt is het zo ontzettend koud. Maar goed, ik kan echt niet wachten tot het steeds weer warmer wordt. Want dat vind ik echt heerlijk. Kijk nou zo gezellig al die vogeltjes. Er zijn echt veel, hè? Ik krijg hier een beetje van die beach vibes van wat zijn dit, meeuwen? Nee. Oké. Okay. Duidelijk geen vogelkenner. En het is nu ongeveer 6 uur. Ik hoop straks iets van mijn vriend te horen. Want hij is op dit moment met Sylvester naar de dierenarts. Om even te laten kijken naar zijn oogje. En ja, ik hoop dat alles goed is gegaan. Ja, het werd echt. Hij stuurde net een foto en ik heb het idee dat het nog dikker is. Dus ik weet niet zo goed wat het is. Maar ik hoop echt dat het gewoon te verhelpen is. Met druppels of iets anders simpels. Want hij is al zo oud. Dus hij kan niet echt heel veel aan, denk ik. En dat vind ik gewoon een beetje spannend. Dus ik hou jullie op de hoogte als ik straks meer weet. Hallo, ik ben inmiddels weer thuis. Oh, het is zo raar om met deze telefoon te vloggen. Want, ik zit nu voor de lens. Ik voel me echt in één keer zo'n enorme amateur vlogger. Vlogger, ik wil mezelf überhaupt niet een vlogger noemen trouwens. Maar goed. Anyways, wat ik wilde zeggen is dat ik nu vlog met mijn telefoon en ik ga dan zeg maar in het schermpje kijken. En ik weet eigenlijk ook niet, waar zit de camera op deze telefoon? Daar, oké. Ik keek net ook alweer verkeerd, want ik dacht dat de camera beneden zat, maar die zit dus boven. Anyways, sorry ervoor als ik tijdens deze vlog echt te veel naar mezelf kijk, want het is gewoon omdat ik het niet gewend ben. Ik ben dus weer thuis. Gisteren was ik aan het opruimen en toen kwam ik mijn thermo-ondergoed tegen. Of mijn thermokleding eigenlijk. Ik snap niet zo goed waarom ze het thermo-ondergoed noemen. Want het is geen ondergoed, want je draagt er als het goed is nog andere ondergoed onder. Dus ik kwam mijn thermokleding tegen. Dus ik dacht, yes, score, die heb ik echt nodig. Dus die heb ik gelijk vandaag aangedaan. En serieus, mijn bovenlichaam was zo ontzettend lekker toasty nog vandaag. Tijdens het fietsen en alleen mijn hele voorhoofd was zo koud dat ik er nu hoofdpijn van heb. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je het zeg maar zo koud hebt buiten dat je gewoon hoofdpijn krijgt van de kou. En trouwens, check deze Winkies. Ik vind ze echt weer super nice. Het is weer heel fijn en lekker. Gewoon clean aan de bovenkant. Dus
dan is het ook wat makkelijker in kleuren, je wenkbrauwen. Weet je wel, soms als je dan te veel haar hebt aan de bovenkant, wil je nog wel eens je wenkbrauwen te breed maken. Is niet altijd een goede look. Dus nu zijn ze weer helemaal netjes. En ietsje donkerder misschien dan ik normaal heb, denk ik. Hè? Anyways, ik sta nu in de keuken, want ik ga lekker avondeten maken. En ik zal eventjes laten weten wat er op het menu staat vandaag. Ik heb er heel erg veel zin om deze Thaise curry te gebruiken. Dit is het merk en dit is echt geweldig spul, want je krijgt een hele pot voor 2 euro of zo. Maar je hebt echt maar, nou, misschien 1/5 hiervan nodig. Dus je doet hier echt vet lang mee. En het is echt gewoon super lekker en heel erg smaakvol. Vandaar dat je dus niet heel veel hiervan nodig hebt. En dit lengen we altijd nog wel aan met wat kokosmelk. Anders wordt het echt heel, heel, heel erg pittig. En een beetje te erg sterk van smaak. Dus dit. En daarbij hebben we nog worteltjes en pulsjes die ik er lekker doorheen ga doen. En dan heb ik ook net een kippie ontdooid. Dus dat. En ik had gelukkig nog 2 schaaltjes met rijst over. Dus ik hoef dit ook niet nog bij te maken. Dus het wordt vanavond helemaal lekker makkelijk koken. En ja, dat wordt het avondeten vandaag. Ik kwam ook trouwens deze Dolce Gusto tegen in de supermarkt. Ik neem aan namelijk altijd de Latte Macchiato of de Latte Macchiato Caramel. Maar in zowel de Latte Macchiato en in de Latte Macchiato Caramel zit super veel suiker. En aangezien ik natuurlijk een beetje gezonder aan het doen ben. En ja, probeer op mijn eten te letten. En vooral mijn suikers. Heb ik in één keer deze ontdekt. En dat is dus de ongezoete variant. En dat scheelde best wel wat. Dus ik ga deze eventjes uitproberen. En hopen dat dit misschien een fijne vervanger is. Dan heb ik toch nog een beetje wat koffie dat ik kan drinken. Want helemaal zwarte koffie, daar ben ik nog niet helemaal over opgestapt. Overgestapt. Ja, dat. Dus ja, deze ga ik even proberen vanavond. Kijk eens wie thuis is. Hi, Sil. Silly heeft een absces in zijn wang. Daarom is het zo dik. En hij moet morgen geopereerd worden. En dan gaan ze het eruit halen. Want er zit dan heel veel vocht in of zo. En dan waarschijnlijk aan de antibiotica. En dat vind ik een beetje eng, want ik vind het nogal heftig voor zo'n oude kat. Maar het is wel nodig. Of niet, Sil? Sil zit echt totaal ongeïnteresseerd zichzelf te wassen. Nou ja, komt wel goed, hè? Met een power kitty. Zo, ik zit op dit moment in de auto bij Serena, want, dat heb ik nog helemaal niet verteld in de vlog, wij gaan straks een pret-echo meemaken. Dat is eigenlijk gewoon een echo waarbij Serena dus iemand mee mag nemen. En ik ben hier samen met Larissa ook nog. En Serena zit dus daar, oh, achter het stuur. Je kan niet omkijken natuurlijk. Nee. Lijkt me niet verstandig. En ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. Ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt. Van dichtbij en gewoon hoe dat is. En dan horen we, ja, dan gaan we het zien in 3D. Dus, exciting! Zo, ik ben weer thuis en ik ben heel eventjes op mijn bed gaan zitten, want mijn vriend zit in de woonkamer televisie te kijken. Hier is het meest stil. Ik ging op bezoek bij Echo Wonder en we werden geholpen door Petit, dat is de mevrouw die ons hield. Superleuke naam trouwens. En ach, wat een gezellige vrouw. Ze kletste echt de oren van ons lijf, gaf ons superveel informatie op een superleuke en creatieve manier. Ik heb ook echt heel veel gelachen. Echt heel erg bedankt voor deze superleuke avond. Dus we hebben echt van alles gedaan. We hebben een 2D-scan gedaan. En dan zie je het dus in zwart-wit en in 2D. En kregen we alles te zien. De voetjes, de armpjes, de handjes, het hoofd. Daarna gingen we ook nog een 3D-scan doen. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Ik dacht eerst dat ik het een beetje gek zou vinden. Maar het is eigenlijk juist wel heel erg tof. Zie je dit? Lachen. Oh, oh ja. Ja, dus we hebben van alles en nog wat gedaan. We hebben de beentjes opgemeten. We hebben het voetje opgemeten om te kijken hoe groot die was. En we hebben ook nog Serena op haar zijde neergelegd. Dus er zijn ook een hele hoop foto's gemaakt. Die heeft Serena meegenomen. Daar schrijft ze waarschijnlijk nog wel een artikeltje over op haar blog. Dat is misschien wel leuk om te bekijken als je daar benieuwd naar bent. En voor de rest, ja, mocht je je nog afvragen, alles gaat gewoon helemaal goed. Met Serena gaat het goed, met de baby gaat het goed. En het ziet er allemaal gewoon heel erg goed uit. Wat ook best wel cool was, is dat we op een gegeven moment via die echo dan het hartje konden zien kloppen. En dit hartje hebben we later ook nog heel eventjes beluisterd. Nou, het is toch jong, hè? Maar we liggen nog niet op bed.
Dus nog heel eventjes wachten en dan ben ik straks Tante Tara. Ren en ik hadden het er net over in de auto, van dat klinkt best wel lekker. Zou ik misschien een nickname moeten maken, maar we kwamen niet verder dan Tante Tata. Dat is toch een beetje raar. En waarschijnlijk kunnen ze Tara niet eens... Ze? Hoe kom ik nou ineens met meervoud? Maar waarschijnlijk kan Tante Tara niet eens normaal uitgesproken worden. Word ik Tante Tala of zo. Ik vond het echt heel erg leuk om dit mee te maken. En het is ook allemaal heel erg bijzonder. Dus ik vond het heel erg leuk. Als ik een beetje moeilijk kijk de hele tijd. Ik heb echt super last van mijn lenzen. Zijn ze heel erg droog geworden. Ik heb al flink in mijn ogen staan wrijven. Ik ga straks die lens eruit halen. En ik ga me klaarmaken voor bed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keertje mee op pad te zijn geweest. Er waren echt heel veel verschillende dingen vandaag. En ja, dus dat met de echo was echt super leuk. Dat met Sylvester is iets minder leuk. Morgen gaan we dus met Celina de dierenarts. En Serena die kan mij daarheen brengen. Dus dat is heel erg fijn. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!